Hallo, welkom bij Otto ziet Pekel, de eerste aflevering van PPTV uit Oude Pekela. We zijn hier vandaag bij Meini Koning, de versmarkt van Oude Pekela. En hij heeft een week of drie, vier geleden de vergunning gekregen om zondags open te zijn. Hij is nu twee zondagen open geweest en wij zijn hier om te kijken hoe het hem is bevallen om op zondag open te zijn. Nou, Meini, hoe was het? De eerste keer was het hartstikke goed. Veel volk gehad. De burgemeester en zijn vrouw waren nog even langs geweest. Dat was gewoon fantastisch. En een leuke omzet gedraaid. En vorige week zondag zijn we ook weer open geweest. Voor 4 uur stond de klant al te wachten. Het was gewoon naar mijn mening geslaagd. De rollade was 2 weken geleden met de eerste zondag een enorm succes. De tweede zondag was de gehaktbal. En wat is aanstaande zondag jouw dagknaller weer? Als het moet, dan zet ik gewoon een keer, wegens enorm succes, doe ik die rollade nog een keer voor hetzelfde geld. Dat is geen probleem. Dus alle mensen die kopen aanstaande zondag bij jou de rollade en iedereen heeft zondagavond de rollade op de etentafel staan. Dat mag. Nou, ik zie bij je niet dat je ook diverse tabaksartikelen hebt, diverse soorten sigaretten en drumsoorten en zo. Verkoop je dat ook veel op zondag? Ja, dat klopt. Dat mensen die buren of overburen een pakje sigaret geven, dan is even snel naar mij niet zo. Dat is algemeen bekend. Nou, Meini, je hebt ook een paar nieuwe soorten metworsten. Ik heb hier de pepperoni salami en je hebt de nieuwe bacon metworst. Heb je dat speciaal gedaan voor zondagen of is dat toevallig dat die nieuwe soorten metworsten nu zijn? Die nieuwe soorten die zijn er al een geruime tijd, maar die lopen behoorlijk hard, net wat jij zegt. Het is gewoon uniek bij ons in Oude Pekela. Deze soorten worsten, die hebben niet veel. Nee, nu ben ik ook een echte metworsteter en ik was hier afgelopen zondag om een paar metworsten op te halen. Maar ik moest er tegen grijpen om de bacon metworst te krijgen. En ik kan zeggen, ik kan de echte bacon metworst kan ik aanraden. En je hebt elke zondag diverse verse vleesaanbiedingen. Komen de mensen echt voor het vlees nu zondags of verkoop je ook veel andere artikelen? Ik verkoop ook heel veel actiespullen en gewone boodschappen verkoop je ook. Gewoon voor dagelijks gebruik, boter, thee, suiker, koffie en noem maar op. Alles wat je te koop hebt, neem maar ook mee. Ja, ik zie hier ook van alles staan. Van shampoo tot aardappelen en van alle soorten bier, diverse soorten. Ik zie diverse soorten conserveblikken en alles staan. En ja. En trouwens, Meini, op zaterdag zijn de meeste winkels, als ik nog gauw even een vers broodje wil halen, de meeste brood is op zaterdag uitverkocht. En als ik maandagochtend aan het werk moet, kan ik op zondag dan ook brood bij jou krijgen? Normaal heb ik meestal wel brood in voorraad en als men helemaal aankomt te zitten, heb ik ook wel brood in de diepvries. Dus je zat er wel een mouw aan te passen.